De Zevenheuvelenloop komt eraan en RN7 loopt ook dit jaar weer mee. Woensdagavond stond de derde training op het programma. De lopers trainden onder begeleiding van trainer Paul Eigelsheim. En het was fris, maar goed hardloopweer. De training begon met een uitgebreide warming-up en daarna kozen de deelnemers zelf het trainingsprogramma. Na 5 minuten warmlopen werd 3 keer 2000 meter hard gelopen, steeds afgewisseld met 400 meter wandelen. In totaal hebben de deelnemers aan het eind van de training 9 kilometer gelopen.